Yo, Gianan hier en welkom terug bij de ene laatste wedstrijd van seizoen 1 in Australië. Ik vind het even anders, Australië aan het einde van het seizoen. Meestal doen we dat helemaal aan het begin, maar ja, de kalender zegt andere dingen. We hebben wat upgrades meegenomen. We moeten wat beslissingen gaan doen. Heb je de vorige video trouwens gemist? Zal ik die eerst even terugkijken, voordat je deze dus gaat zien. Het kan recht worden ietsje. Klik erop dat die aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2121 My Team Creamed content. We tikken langzamerhand richting de 100 abonnees. Dus ben jij nog niet geabonneerd? Zeker even doen. Schakel ook gelijk het belletje als je geen enkele aflevering van mij mist. Volg me even op sociale media, maar gebruik het in de beschrijving. En dan vind ik dat het tijd wordt voor de kwalificatie hier in Australië. We zijn inmiddels aanbeland bij Q1. Het weer is gewoon zonnig. Geen regen voorspeld, dus dat is alleen maar goed. Nemen die eerste bocht gewoon heel erg netjes. Wel een momentje overstuur op de exit van die bocht. We komen aan bij het einde van onze eerste run in Q1. Ik denk niet dat dit een top rondje wordt. Verlies wat een klein beetje op de exit. En dan is dat een P5 op dit moment. We zijn helemaal doorverwezen naar P21. En nog minder dan een minuut op de klok. En dit moet ons verbeterd rondje worden. Want anders zijn wij de pineut. En dat is niet de bedoeling. Groen bij de delta, gelijk bij de eerste bocht. Dat is goed om te zien. Kunnen wij dit ook vasthouden? Dat is de vraag. Finishvlag hangt uit voor Q1. Armstrong pakt ons voor P20. En wij verpesten daarmee denk ik ons rondje en het is gedaan. We verbeteren ons niet. In onze tweede run, we blijven staan waar we staan. Verstappen snel, 3/10 los van Charles Leclerc in Q1. En wij naar een P21, dat is heel teleurstellend. Armstrong pakt ons alweer in de kwalificatie. Jammer maar helaas. Dat betekent dat we dus nu doorgaan met de grote prijs van Australië voor carrière. Aflevering 19 van F2121 My Team Career Mode. We go racing today then in the state of Victoria, where the drivers have 16 corners and 3.3 miles to navigate at an average lap speed of around 120 miles an hour. The close proximity of the barriers makes accidents inevitable, and recent history shows us that a safety car is not at all out of the question. It's just about time to go to the track for the beginning of the race, but before we do, Anthony Davidson, what types of strategy do you think we can expect for today's event? Well, there's a lot that both the driver and the team have to keep in mind when going into a race. The tyres, fuel, energy recovery systems, the list goes on and on. But I think the key to today's victory will come down to the pit stop strategy. Come in too soon and you might find yourself needing more than one stop. Too late and you're putting yourself at a disadvantage by spending longer on worn tyres. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Sergio Perez will lead us away from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Norris, Ricciardo, Pierre Gasly, and Fernando Alonso. Verstappen, Vettel, Sainz, and Valtteri Bottas. They've taken a grid penalty. Stroll, Giovinazzi, Esteban Ocon, and Tsunoda. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. The Professor, Armstrong, Kimi Raikkonen and George Russell. They've taken a grid penalty. Mazepin, Mick Schumacher, Latifi and Charles Leclerc completes today's grid order. It's almost time for those five red lights to go out. De strategie is who can prevail today. Medium. We nemen extra fuel mee om misschien wat harder te kunnen pushen. We beginnen sowieso op de harde band en gaan dan door naar de medium compound. Hopelijk kunnen we wat dichter bij het midfield zitten tijdens de wedstrijd.
Daar gaan we dan voor carrière aflevering 19 van F2021 My Team Career Mode. De laatste, ene laatste video van seizoen 1 staat op het programma. Ik was even in de war, excuses. De lampen gaan dus aan voor de grote race van Australië. We starten op P15. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen slecht weg, want Marcus Armstrong is al gelijk beter weg. Ook George Russell is beter weg. Kijk naar de buitenkant. En wij zitten daar opgesloten. Ocon is daar het haasje. En wij duwen de Fransman een klein beetje wijd. Maar Ocon heeft meer tractie vanwege die softband. Russell zit al gelijk te kijken voor P17. We vallen Ocon terug aan. En ook gelijk Marcus Armstrong weer. Voor P14 in de wedstrijd. Giovinazzi kunnen we helaas niet pakken voor P13. Maar wel een goede openingsronde. Tot nu toe. En dat is goed om te zien. Giovinazzi, die heeft het een beetje lastig, zie ik. Die volgt Yuki Tsunoda. Hij rijdt op P12. Wij gaan daar een klein beetje wijd. Hebben een momentje overstuur. Maar Armstrong kan niet terug aanvallen. Weer een beetje te wijd. En dit keer is het Ocon die ervoor gaat zitten. In ronde nummer 3 van de wedstrijd. Giovinazzi is losgereden van ons. Dat gat is 2 seconden. Dat gaan we denk ik ook niet meer dichtrijden in deze wedstrijd. Want onze auto is gewoon langzamer dan de Alfa Romeo. Iets te veel op die curbstone. En Ocon doet daar gewoon een brutale aanval aan die binnenkant. En wij doen het gelijk weer terug bij hem. En dat is nog steeds P14. Charles Leclerc kijkt ook bij. Is dat Ocon? Dat is Ocon zeker. De Monegask moest helemaal van achteraan beginnen. En hij rijdt op die softbanden. Ocon is naar binnen, zie ik. Esteban Ocon naar binnen. En we gaan ronde nummer 4 alweer in. Leclerc kijkt. Maar wij verdedigen gewoon goed. Iets te veel van het goede. Hier dan de herhaling van de start van de wedstrijd. Met Perez volgens mij op pole position. Hamilton op P2. De lampen gingen uit en we waren onderweg. En die McLaren's waren gewoon snel weg. Dat zie ik nu al. Max heeft het moeilijk. Wij sluiten daar aan. Achter Esteban Ocon. George Russell pareren wij. En vallen Ocon en Armstrong hier weer terug aan. Dachten daar even Giovinazzi te kunnen inhalen, maar dat mislukte dus. En dit is dus wat er in ronde nummer 3 gebeurde. We gingen daar iets te wijd en Ocon zette hem er hier gewoon brutaal ernaast hoor. Gewoon op volle snelheid ernaast zetten. En dan doen wij dit hier gewoon terug. Daar zijn wij dan dus. Ocon op het gas. Daar zit ook gelijk Charles Leclerc te kijken. Aan die binnenkant dit keer. Kijk nu naar de buitenkant, Charles Leclerc. En Leclerc is er voorbij. En Ocon wil hier naar de pits. Ocon naar de pits. En dat ging wat lastig. Maar beide coureurs konden gewoon hun weg vervolgen. Ronde nummer 4 is het. En dit keer nog steeds Charles Leclerc achter ons. Het gat is een tiende. Wij verdedigen de binnenkant. Er is iets gebeurd op de baan, maar de stewards gaan geen safety car inzetten, zegt Jeff. Wij verdedigen fel die buitenkant. En ook George Russell zit te kijken voor P14. En wij blokkeren gewoon Charles Leclerc. Kijk naar de buitenkant, maar dat lukt niet. Gat naar Giovinazzi is inmiddels 6,3 seconden. Dat is heel groot en dat gaan we ook denk ik niet meer dichtrijden. Wat ik al eerder heb gezegd, deze wedstrijd. Leclerc zit in met DRS. Heeft ook DRS. Wij verdedigen die binnenkant. En hij blijft daar maar zitten. En dan is het hier dan gedaan. George Russell kan misschien meekijken. We hebben een klein momentje overstuur op de exit. Kan Sean naar de buitenkant kijken? Dat kan hij zeker. Maar wij laten hem gewoon staan. Duwen hem daar gewoon buiten de baan. En dat is nog steeds P14. Leclerc probeerde dit keer opnieuw in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Maar dat mislukte dus. We gaan daar wel iets te wijd. Leclerc weer aan die buitenkant.
rijden op het gras en ook zit George Russell te kijken voor die P14, maar die is nog steeds van ons. We houden ons voetje gewoon ingedrukt op het gaspedaal. En dat is gewoon nog steeds P14. Russell en Leclerc knokken om P15, zie ik. En we rijden weg van de Brit. George Russell dus. Dus dat is goed om te zien. Giovinazzi, dat gat is inmiddels 11,3 seconden. In ronde nummer 9 kijkt Charles Leclerc weer voor een aanval. Aan de buitenkant, maar dat lukt niet. Je moet het volgens mij op het rechte stuk gaan proberen, Charles. En ook George Russell zet weer druk bij Leclerc. Tsunoda is naar binnen voor een pitstop. Ricciardo is naar binnen voor een pitstop. En we pakken Tsunoda voorlopig in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Nog 19 rondes te gaan. Dus we moeten nogal wat rondjes rijden voordat we bij de finishvlag zijn. Mazepin na P15, want Charles Leclerc is naar binnen geweest. Gaat voor de undercut. Dit gebeurde trouwens in ronde nummer 10, want Latifi knalde achterop Gasly volgens mij. En die is zijn voorvleugel kwijtgeraakt of beschadigd en moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. Vettel naar binnen. 3,0 seconden is het gat naar Marcus Armstrong. Lance Stroll is ook naar binnen geweest en wij rijden dus voor hem. Stroll probeert ons er voorbij te gaan. We zitten trouwens in ronde nummer 13. Nog 16 rondes te gaan en Gasly is uitgevallen in de wedstrijd. Pierre Gasly valt uit en is de eerste uitvaller van de dag. We rijden dus op een P10 in de punten. Dit gebeurde bij Pierre Gasly, die was in gevecht met een Red Bull. Dat is Verstappen geweest. En het is daar al gedaan. Hij verliest al vermogen. En dan heeft Sainz daar een geluk dat hij Gasly niet heeft geraakt. Er komt een rookpluim uit de Alfa Tauri. En ook Vettel moet even, Lewis Hamilton moet even opletten wat hij daar deed. Vettel is gespind. Sebastian Vettel gespind in ronde nummer 15. Wat een rare wedstrijd tot nu toe. Eerst Gasly die uitvalt, nu Vettel die spint. Iets te veel op het grind. En Lance Stroll zit te kijken, gaat daar iets te wijd. En duwen per ongeluk Stroll aan. We tikken Stroll namelijk aan. En Stroll is ook gespind. In dezelfde ronde spinnen de beide Aston Martins. Opmerkelijk, de pitwindow is ook open in ronde nummer 16. We gaan dan voor de mediumband. Dit gebeurde er bij Sebastian Vettel. Geeft gewoon gas waar hij geen gas moet geven. En dan krijg je dit. En hij is dus gespind. Raakt er ook net niet een Alfa Romeo van Kimi Räikkönen volgens mij. Dit gebeurt er bij Lance Stroll, de teamgenoot van Vettel. Hij ziet mij wijd gaan, hero. En ik stuur gewoon in en Stroll die tikt mijn sidepod aan. Dan moet hij hier nog even in zijn achteruit en kan nu zijn weg weer gaan vervolgen. Hij verliest die kostbare tijd. Hij gaat ook stilstaan in één keer. Waarom doe je dat? Je kan gewoon de baan oprijden, Lance. Dit is alleen maar tijd die je verliest. En nu kan hij weer voluit racen. Ronde nummer 16 is het en we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop voor de medium banden. Hier gaan we 13 rondes op rijden. Goede pitstop. Mogen tevreden mee zijn trouwens. En we komen terug op een P16 van de posities in ronde nummer 17 van de wedstrijd. Voor ons rijdt George Russell.
wordt gehad is 5, sorry, dat zeg ik niet goed, 3,9 seconden. En dat rijden we al gelijk dicht, hè. Zie je dat? Op diverse set mediums. Daar hebben we dan dus George Russell in ronde nummer 18. Nog 11 rondes te gaan. Groen is sector 1, groen is sector 2. En we remmen er gewoon naartoe. Zoveel snelheid kan verse banden verschil maken. Gooi onze overtekenknop aan, hebben DRS. En kunnen we hier dan aanvallen in ronde nummer 19. Nog 10 rondes te gaan. We kijken, maar dat lukt helaas net niet. We moeten het hier dan proberen op de exit. DRS geopend. Overtekenknop niet aangezet. En hier is Russell dan gezien. Diep inremmen bij de Brit. Hij laat ons ruimte. En dat is P14. De volgende heet dan Lance Stroll die we kennen. Complimenten van Jeff aan ons adres. Ronde nummer 24 is het. En daar zien we Lance Stroll rijden. We hebben DRS. Charles Leclerc uitgevallen in de wedstrijd. Op een moment waarop we net Stroll willen gaan aanvallen, moeten wij die aanval afbreken vanwege Charles Leclerc die daar stilstaat. Is uitgevallen met een motorprobleem volgens mij. Dat is jammer voor de Monegask. Die het zo goed deed namelijk. Helaas einde wedstrijd dus voor de Monegask. Wij vallen hier Lance Stroll aan. En dat lukt net. Fijn om te zien dat dat heeft gewerkt in ronde nummer 25. Herhaling van wat er is gebeurd bij Charles Leclerc. Hier is het dan dus al gedaan. Hij gaat langzaam rijden. Rookpluim uit de Ferrari krachtbom. Hij houdt daar ook Yuki Tsunoda op. En het is einde wedstrijd voor Charles Leclerc. Twee uitvallers met eenzelfde probleem aan de motor. Ronde nummer 27 is het. En Lance Stroll rijdt weer naar ons toe. Dat gat is 2/10 ongeveer. Hij valt daar aan die buitenkant. Doet dat ook. Maar we laten hem gewoon uitrollen en duwen Stroll daar gewoon wijd. Nog steeds in ronde nummer 27. Gaan daar iets te wijd. Stroll ziet dat. Hier ook weer iets te wijd. En net geen touché met Lance Stroll. Dat scheelde helemaal niks. Duw hem daar gewoon wijd. En dat is nog steeds P11. Maar we kopen er geen brood voor. We zitten in ronde nummer 28 van de wedstrijd. Nog 2 rondes te gaan. Stroll kijkt dan naar de buitenkant. Maar dat lukt niet. Iets te veel doorgeschoten. Maken geen fout hier gelukkig. En gaan zometeen de laatste raceronde in. Voor de grote prijs van Australië. Stroll doet er vanavond aan de buitenkant. Dat lukt net niet. Gaan daar wel iets te wijd. En raken Lance Stroll. Lance Stroll voorvleugel beschadigd. Door ons roekeloos rijgedrag helaas. Hamilton wint de wedstrijd. Perez naar P2. Verstappen naar P3. En de titelstrijd gaat los in Abu Dhabi. Hier dan een herhaling van Lance Stroll en mijzelf die crash. We gaan daar gewoon te wijd en raken per ongeluk de Canadees. Dat is helaas pech voor Lance. We zijn aan boord bij Lance Stroll. In de laatste raceronde. Valt er naar de buitenkant aan dit keer. Wij blokkeren hem hier ook, duwen hem daar gewoon wijd. Maar maken hier dan een fout door iets te veel op het gas te gaan. En raken per ongeluk Stroll. Voorvleugel kwijt van de Canadees. Wij kunnen nu wel wegrijden van Stroll, maar het is gewoon gebruikelijk. Stroll mist downforce. Hamilton wint de wedstrijd. Perez naar P2. Verstappen volgens mij met de snelste raceronde naar P3. Dat betekent dat we de laatste raceronde ingaan. Met 1 punt verschil tussen Max en Perez. Dat gaat nog spannend worden voor die laatste wedstrijd in seizoen 1. Wij finishen op een P11. Ja, ik had dat beter verwacht. Maar goed, het is wat het is. Op naar de volgende wedstrijd. Oké,
today, pick up rubber and bring it home. A great race then, and a fantastic victory here at Albert Park. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. De uitslag van de grote prijs van Australië, Hamilton wint de wedstrijd, Perez wint het snelste race van de punt naar P2, Verstappen naar P3, Sainz naar 4, Ricciardo 5. Sainz krijgt een driver of the day, bij dus naar een P11, vertrokken van P15. Jammer, maar helaas geen punten. Red Bull wint het constructeurskampioenschap volgens mij. Eindelijk, in 2021 is het dit keer weer Red Bull die de constructeurstitel pakt sinds 2013. Dus dat is gewoon goed om te zien dat dat een keer verandert. Vettel naar P9, ondanks die spin. Twee uitvallers, Leclerc en Gasly. Gat naar Perez en Max is 1 punt. Dus dat belooft nog wat voor de laatste wedstrijd. Wij kunnen misschien nog... onszelf gaan verdedigen ten opzichte van Alpine en Alonso. Het gat naar Vettel is ook niet zo groot, maar goed, dat is voor de volgende keer dan. In Abu Dhabi, kijken wat dat gaat worden. Maar goed, deze video zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook lekker belletje als je geen enkele video meer van mij mist. Like als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me op sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was Gino mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Gaan we dan met de laatste aflevering in seizoen 1. En dat is in Abu Dhabi. Tot ziens.